Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 24. Morgen van me, my crazy ass hair en mijn kerstboom. Maar het is de 24ste en baby is ziek. Ik heb zoveel keelpijn. Ik voel me zo slecht. Sam was 2 dagen geleden ziek, dat heb ik denk ik niet gefilmd toen. Maar Sam was ziek, had keelpijn, voelde zich heel grieperig en zo. En gisteravond begon ik keelpijn te krijgen. En ik zei nog, fuck als ik mijn kerstavond ziek ben. And I'm feeling not so good, hè. Oh, vooral de keelpijn, shit man. Ik heb zo heel de tijd zo een krets in mijn keel, alsof er zoiets schuurt of zo. Oh, heel vervelend. Maar oké, ik ga proberen dan mijn kerstavonddag niet te laten verpesten. En we gaan gewoon on with the day. Ik moet vandaag nog best wel wat doen. Werken, vertrouwtelie toe en zo. Maar deze avond gaan we naar mijn familie en ik kijk er keihard naar uit. Het gaat super gezellig zijn. Hé, Muffin. Muffin ligt hier voor mij. Kom eens hier, kom eens iets zeggen. Zeg eens iets. Zeg iedereen, fijne kerstavond. Een fijne kerstmis, want jullie zien dit op kerstmis. Oké, vandaag is het de laatste dag van de adventkalenders. Dus die gaan we openmaken. Hè. Als eerste bij de IKEA zit een waardebon in. Dus die moet je bij de IKEA gaan laten scannen. En er staat sowieso 5 euro op, maar er kan ook zijn dat er 500 euro op staat. En dan deze chocoladestick. Ik heb heel veel zin in, dus ik ga zelfs eten bij mijn ontbijt. Dan hebben we bij Kiehl's de Creamy Eye Treatment. Dat is de avocado crème voor onder de ogen. Die heb ik in het verleden al veel gebruikt en die is wel echt goed. Dus ik ben wel blij dat er daar een full size van in zit. Dan van Bruno Vasari hebben we de Balance Fluid. Dit is een heel hydraterende crème voor op je gezicht van de Pure Solutions lijn. Dat was alles wat er in de adventkalender zat. Nu zijn ze helemaal leeg, maar ik ga ze toch nog zo helemaal uit elkaar halen. Zo om te zien alsof je toch niks vergeten bent. Weet je, doet nog iemand dat? Maar ik moet dat toch ook... Oké, deze heb ik alles. Maar ik moet dat toch ook sowieso sorteren. Want dit moet bij karton en de andere moet bij plastic. Dus dan ga ik ontbijten. Ik ga werken. Maar ik zie jullie waarschijnlijk pas deze avond terug. Als we ons gaan klaarmaken voor het familiefeest. Tot straks. Wij zijn klaar voor kerstmis. Ik heb nog altijd keelpijn. Maar ik heb snoepjes. En dit is mijn outfit. It's er is redelijk wat going on hier, maar oké. En het is een kleedje van Totally Too, zo zwart, sparkling. Mooi, schatje. Okay. En dan ga ik nog wel schoenen aandoen. Ja, ik ga mijn botjes aandoen. Dat was ik zo. Ja, met de witte. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Je ziet helemaal niet op de camera hoe sparkly nee? Dat is. Nee. Davis? Ziet dat echt niet? Ga eens, wacht, ga eens daar staan. Ga eens daar staan. Ah, hieronder. Ja, ups. Ik zal u wel zeggen hoe dat moet. God damn it, woman. You're so sexy. Ik heb het gehoord, de baan. Oh, kan je nu nog lopen? Ja, ik heb al gelopen. Ja, die mogen andere kindjes. Kom aan, Anaïs. Ik ga mee. Ik ga ook meekijken. Gaat je ook meekijken? Maar ja.
kerstman is geweest. Amai. Ik denk dat hier brave kindjes waren. Jij, ja? Allemaal voor u. Dat is bijna 2:30, denk ik. We missen mijn baby's. Gelukkig kerstfeest. En Sam is het hele huis aan het checken, want... Ja. Wat heb je gedaan? We kwamen thuis en dit stak achter onze deur. Briefje van... Politie. Politie. En het staat op. Beste, uw huissleutels staken nog op de deur. U kan ze ten alle tijde komen afhalen op het commissariaat. In Hasselt. Ja. Bij de politie. Dus toen we vertrokken, daar straks is meneer zijn sleutels vergeten op de deur. Gelukkig heeft iemand dat met een goed hart aangegeven of zo en is de politie gekomen en heeft de politie de sleutels genomen en bewaard voor ons. Mm-hmm. Anders dan kon het wel eens erg zijn. Al onze waardevolle spullen liggen hier en onze katjes zijn hier. Dus ik had wel even schrik dat iemand iets met onze katten zou gedaan hebben of er iets gebeurd was. Dus dank u aan degene die ons beschermd heeft hier. Ja. Oh, de politie heeft verkeerde handen gezien, ik weet het niet. Ja, maar als er in de verkeerde handen komt, iemand het verkeerd dat ziet, dan ben je inderdaad gepiept. Maar ja, wie vergeet ook zijn sleutels op een huisdeur van een stadswoning in een drukkere stad? Ja, tuurlijk, dat is heel stom. Maar ja, ik... Normaal vergeet een mens dat niet. Normaal vergeet je dat niet, maar ja, ik was bezig met pakjes en dan zo waarschijnlijk met snel te zijn en laat je dat steken of zo. Of zit je met iets bezig? Ik weet het niet. Het vervolg goed aan denken. Ja. Maar het was wel een leuk kerstfeest. Het was een leuk kerstfeest. Heel fijn. En een avontuurlijke afsluiter. Avontuurlijk, hoor. Ik kon al een uur in mijn bed liggen, maar... Ik denk dat je mij kon killen. Kan. Ja. Nog altijd. Ah, goeie.
Ja, nee, ik vind dat gewoon dom. Ja, dat is ook zeker dom. Zeker als je in zo'n stad woont. Als je in een huis woont, maar dan heb je dat toch een achterdeur. Ja, nee, dat weet ik wel. Maar. Als dat nu in een stad is of in een huis afgelegen, dan nog eens altijd stom. Ja, maar als dat op je achterdeur is in een afgelegen huis, dan is dat minder erg. Minder erg, maar dat is even stom om te vergeten. Hè. In Hasselt Centrum, en dat is gewoon kut als je dat hier vergeet en je sleutels er laat opsteken. Ja. Maar oké, we hebben geluk gehad, dus maakt toch niet uit. Shit happens en dat kan gebeuren. Maar voor de rest was het kerstfeest toch wel leuk, hè? Ja, dat is leuk. Gezellig. Lekker geëten. Mm-hmm. Komt heel plezant. Fijne familie. Muffie. Ik heb vies veel keelpijn. Ik ook terug, ja. Ik voel echt heel slecht eigenlijk. Ik hoop dat ik morgen kerstdag overleef, want hoe dat ik mij nu voel, heb ik het gevoel dat ik morgen in mijn bed niet uitgekomen. But we will see. We gaan zo'n griepdrankje nu pakken om goed te slapen. Zoveel keelpijn. Oh, morgen wel genezen zijn, hoop ik. Mm-hmm. Ja. Ik heb vooral terug keelpijn en verkouden, zo mijn neus loopt constant. Dat heb ik niet. Ik heb gewoon keelpijn en zo hier, koppijn, sinussen, oren, alles is gewoon toe. Maar ja, komt wel goed. En ik heb trouwens om een of andere rare reden rode wijn hier aan mijn voet. Dat is toch wijn? Ja. Met, ja. Ja. Ah, weet je wat dat is? Dat is dat jellyke. Wat ik van Anaïs had gekregen van Lush. Ik heb dat open gedaan terwijl dat ik een klerenmaker zit. Ja, dat is dat jellyke. Dat ruikt keihard naar. Oké, dat is geen rode wijn. Ja, en komt het eruit. Ja, maakt niet uit. Oh, ik zeker. Lippen. Ja, toch. Een kapotte lippen de hele tijd, amai. Nee, ja, nee. Ik voel me vooral heel slecht. Ja, we gaan slapen. Okay. Ja, we gaan slapen. Hopelijk voelen we ons morgen oké, zodat we een leuke kerstdag kunnen hebben. Ja, komt wel goed. Zullen we zien. Ja. Dus zeker thumbs up voor deze video en voor Sam zijn stommiteit. Zijn stommiteit. Ja, dan moet je echt thumbs up voor doen, jongens. Ja. En wij zien jullie morgen.